Veel kritiek op Plastic Heroes. Het inzamelingsprogramma voor plastic zou namelijk te weinig opleveren. En wordt het alcoholslot opnieuw ingevoerd? Welkom bij Uitgelicht. Staatssecretaris Wiebes van Financiën ligt onder vuur. Het reorganisatieplan van de Belastingdienst kost veel meer geld dan begroot. We praten erover met CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. Goedenavond, meneer van Helvert. Goedenavond. Ja, die vrijwillige vertrekregeling was zo in trek dat er ontzettend veel mensen zich gingen aanmelden. Had ze dat verkeerd ingeschat, dat reorganisatieplan? Ja, dat op zijn minst. En wat ook nog erger was, als het dan meer kost, is het wel zo netjes om dat te melden. Het gaat uiteindelijk om 500 miljoen euro dat is uitgegeven zonder dat aan de Kamer te melden. En het wordt uitgegeven aan luxe vertrekregelingen. Ja. Nou, vertrekregelingen zien we wel meer. Maar op andere plekken zie je dat ze heel sober zijn. Noem maar wat bij Defensie. Daar hebben we gezegd, van, nou is het nog wel netjes om mensen dit aan te bieden. Dan zie je ook dat mensen daar eigenlijk geen gebruik van willen maken. En bij de Belastingdienst is het zo ruim en zo luxe dat er zoveel mensen gebruik van willen maken dat het veel meer geld kost. Ja. En als je de Kamer ook nog eens geen toestemming om vraagt, is dat wel niet zo netjes. Ja, want naast dat hij inderdaad de Kamer geen toestemming heeft gevraagd, waar zijn vooral fouten gemaakt dat dit zo uit de hand gelopen is? Nou, het is dat je ziet dat ambtenaren nadenken van wat zou een vertrekpremie voor onszelf kunnen zijn, of wat zou een vertrekregeling kunnen zijn. En dan zie je dat dat toch uit de hand is gelopen. En dan is het wel, dan huren we een staatssecretaris in dit geval meneer Wiebes, om daar wel op te controleren en om te zeggen, ja, jongens, dit loopt uit de hand of dit vind ik veel te ruimhartig of dit is veel te ruim. Je ziet bijvoorbeeld heel veel ondernemers, kleine ondernemers, die heel veel moeite hebben om hun bedrijf staande te houden. Als zij dan een keer van iemand af willen, kost dat heel veel geld en is dat een grote investering voor zo'n bedrijf om het bedrijf voor de rest staande te houden. En de overheid gooit zomaar al die euro's bij wijze van spreken over de balk, dat er juist meer mensen willen vertrekken dan eigenlijk de bedoeling was. Ja, ja, precies. Ja, er wordt wel eens gezegd, de Belastingdienst is erg streng voor mensen die niet betalen, maar goed voor zichzelf. Wat vindt u van die uitspraak? Ja, als je naar deze regeling kijkt, is die ook absoluut waar. Overigens vind ik het goed dat de Belastingdienst streng is. Over het betalen, er is ook helemaal niets mis mee. Hè. Laten we, als iemand het moet zijn, is het wel de Belastingdienst, maar dan wel ook voor iedereen. En het is niet zo dat als je bij de Belastingdienst werkt, dat je een ruimere regeling zou moeten krijgen dan andere mensen. Nee, ja, het klinkt ook wel vreemd. De Belastingdienst moet zichzelf nu een boete opleggen, moet zichzelf bekeren. Dat klinkt best vreemd. Ja, want uiteindelijk is de Belastingdienst, wat de Belastingdienst ook moet betalen, of het nou een boete is of wat dan ook, een Belastingdienst, dat is geld van ons allemaal. Dat is van u, van de mensen thuis, van mij. En daar betalen we elke dag aan. Dat is ook prima, daar hebben we afspraken over gemaakt. Maar dan moet het wel goed besteed worden. Dus ja, het klinkt natuurlijk heel tof van, we hebben een boete aan de Belastingdienst opgelegd, maar dat is uiteindelijk een boete aan onszelf. Dus ja, voor wat het waard is. Ja. Wat neemt u de staatssecretaris vooral kwalijk in deze situatie, naast dat ze het niet duidelijk aan de, naast dat hij het niet duidelijk aan de Tweede Kamer heeft gemeld? Ja, nou, dat is eigenlijk vooral dat hij niet de vinger aan de pols heeft gehouden, want hij wist dat dit belangrijk was voor de Tweede Kamer. Hij wist ook dat de CDA-fractie met collega Omtzigt daar bovenop zat op die reorganisatie, want het moet smaller. Het moet kleiner en het moet ook goedkoper. Daar heeft hij gewoon niet op zitten letten. Punt 1 is die regeling veel te ruim aangeboden. Daar had hij al eigenlijk een opmerking zelf van moeten maken. En 2, als het dan zo uit de hand loopt dat zoveel mensen daar gebruik van maken, dan moet daar op tijd aan de rem getrokken worden. Ja. En als er een 3, als er meer mensen, en als er dan ook nog veel meer geld wordt uitgegeven, een half miljard, als je om je heen kijkt, denk ik dat wethouders en gemeentes hier omheen echt voor veel minder geld alles opgestapt zijn. Ja, als je een 500 miljoen dan zomaar uitgeeft, dan moet je dat op zijn minst melden aan de Kamer. Ja, en valt deze situatie nog te redden door Wiebes? Nou, dat is een goede vraag, want het gaat om veel geld. En met een toevallige vraag van collega Pieter Omtzigt in de Kamer, van hey, hoe zit het dan met dat bedrag? Toen kwam ineens, eergisteravond dat bericht van, ja, oh ja, sorry, dat heb ik inderdaad niet gemeld. Oh, en gaat het echt om 500 miljoen? Ja, het gaat echt om 500 miljoen. En ja, excuus inderdaad, ja, de procedures zijn niet gevolgd, zegt hij. Ja, ja, nou, dat is, hij weet dat dan wel. En we hebben Nederland wel afgesproken dat je dat netjes meldt in de Tweede Kamer. En ja, dat we dat niet om moeten vragen. Ja, er viel inderdaad pijnlijke stilte tijdens het debat. Hoe schat u de
politieke toekomst van staatssecretaris Wiebes in? Nou, dat is nu nog heel erg vroeg, maar het is wel echt een probleem. Het is niet netjes en het is ook nog eens buiten, want je kunt zeggen, nou niet netjes, dan zit je alleen op procedures te hakken. Maar het is ook nog verschrikkelijk veel geld van ons allemaal, €500 miljard, wat uitgegeven is aan luxe vertrekpremies voor regelingen voor mensen die we eigenlijk helemaal niet hadden hoeven vertrekken, want er maken veel te veel mensen gebruik van. Ja. Ja. Gaan we door naar het alcoholslot. Een maatregel voor automobilisten die met te veel alcohol opgepakt worden. Die gaat terugkomen. Waarom is dat alcoholslot überhaupt afgeschaft in die tijd? Ja, dat is een goede vraag. Dat had helemaal niet gehoeven. Het CDA vindt het alcoholslot heel belangrijk, omdat dat de enige manier is om chronische drinkers achter het stuur weg te halen. En de Raad van State had een advies gegeven dat zoals het nu geregeld was door het kabinet het niet goed was. Dat was ook niet handig geregeld van het kabinet hoe ze het gedaan hadden via het bestuursrecht. Maar goed, dan heeft de minister maar gezegd, nou dat is wel lastig, weet je wat, dan schaffen we het maar af. Ja, dat is natuurlijk niet goed, want elke andere maatregel zorgt er eigenlijk voor dat de drinker gewoon kan blijven drinken. Je kunt bijvoorbeeld een geldboete opleggen als iemand met te veel drank achter het stuur wordt opgepakt, maar dan denkt die drinker, ah, het is vervelend van het geld, maar kan in ieder geval blijven drinken en rijden. Ja. Ook wel een rijontzegging. Dan kan de drinker denken, ah, het is vervelend, ik moet mijn rijbewijs inleveren, maar ik kan blijven drinken en rijden, want over het algemeen controleert nooit iemand of je je rijbewijs bij je hebt. Het alcoholslot, daar start de auto gewoon niet als je te veel alcohol op hebt, achter de kiezen hebt. En je krijgt het alcoholslot niet voor een biertje te veel, want eigenlijk moet je gewoon niet drinken als je rijdt. Maar dan heb je gewoon een promillage van 1,3. Dan heb je echt, als je 's morgens blaast en je hebt 1,3 promil, nou dan heb je echt een halve krat bier achter de kiezen. Dus het is echt niet zo dat je een beetje gedronken hebt. Nee, maar minister Van der Steur zegt dat het eigenlijk een hele dure maatregel is. Moet die dan toch wel opnieuw weer ingevoerd worden als het zoveel geld kost? Ja, nou, wat is duur als je het vergelijkt met een dag gevangenschap van iemand? Dat is vele en vele, vele malen duurder. Daar kun je misschien wel 25 alcoholsloten voor betalen, voor één dag detentie van iemand. Maar hij zegt natuurlijk dat het vooral duur is, omdat de rechters het niet zo vaak opleggen. Ja, maar dan moet je nagaan, elke week sterven 2 mensen in het verkeer. Elke week sterven 2 mensen in het verkeer doordat iemand alcohol gebruikt. En dan gaat die minister zeggen dat die maatregel duur is. Ja, nou, dat vind ik punt 1 al niet gepast. Want die vraag stellen we ook niet als iemand de gevangenis in moet. Is dat te duur of niet? Nee, die moet de gevangenis in. Mm-hmm. Wij willen dat die drinker niet meer achter het stuur zit. Dat vindt het CDA belangrijk. En dan gaan we niet zeuren over te veel geld. Natuurlijk moet het betaald worden. Maar de kosten van die 100 ongelukken per jaar. De kosten van het ongeluk zelf. De kosten van de zwaar gewonden. De kosten van een overlijden. Ja, als we dan toch over kosten moeten praten. Want eigenlijk hoor je bij overlijden niet over kosten te praten. Maar de minister wil het. Ja, die zijn vele malen duurder dan een alcoholslot. Om maar zo te zeggen, als iemand overlijdt in het verkeer, kost dat de maatschappij €1 miljoen ongeveer. Ja, maar ze zeggen ook, het is een dubbele straf. Daarom mag die niet opgelegd worden in combinatie met een geldboete. Hoe is dat dan te voorkomen? Nou, we hebben gezegd, stop het dan. Dat was in het bestuursrecht. Dan kan eigenlijk de rechter zeggen, het CBR legt mensen dit op of niet. En daar zit geen maatwerk bij. Je krijgt het of je krijgt het niet. Nou, dat vond de Raad van State inderdaad dan als straf. Wij zagen het meer als een geste, een maatregel van, nou, je hebt alcohol in het verkeer gebruikt, maar om toch nog naar je werk te kunnen gaan, bieden wij je de mogelijkheid om toch te rijden, maar dan met het slot. Dus wij vinden het eigenlijk geen straf. Maar goed, de Raad van State vond het wel. Ja. Dan zeggen wij, stop het dan in het strafrecht. Dan kan een rechter maatwerk bieden. Dan kan hij bijvoorbeeld zeggen, nou, u heeft zoveel te veel gedronken, u krijgt een geldboete en daarbij krijgt u dit. Dan is het namelijk één strafpakket die een rechter heeft opgelegd. Of de rechter zegt, u krijgt alleen voor zoveel maanden of zoveel jaar het alcoholslot. Dat komt nu niet. Nou, dat zou het strafrecht wel kunnen. Ja, maar als de rechter het dan niet oplegt, dan lost dat toch eigenlijk het probleem niet op? Nee, dus de rechter moet het wel opleggen. Het rare was dat de minister dan zegt, ik denk dat de rechter het niet zal opleggen. Nou, dat is natuurlijk onzin. Laat de rechter doen wat de rechter moet doen. En laat de minister doen wat de minister moet doen. Die minister moet het mogelijk maken in de wet. En de rechter kan het dan opleggen. De rechter zelf, de strafrechters en de koepel van rechters, van strafrechters en ook de Raad van de Rechtspraak zeggen, hé, dat is een goed idee, geef alsjeblieft dit stukje gereedschap in onze gereedschapskist voor rechters, want wij zien echt wel een meerwaarde om dat op te leggen. Nou, als rechters dat zelf zeggen, dan denk ik, minister, bemoei je niet met wat rechters vinden, zorg dat het mogelijk wordt in de wet. Want als je het niet mogelijk maakt in de wet, weet je in ieder geval zeker dat het niet wordt opgelegd.
Ja, de VVN noemde in een artikel in Trouw ook het rijbewijsslot, waarbij een pincode ingetoetst moet worden. Zou dat werken, denkt u? Nou, ik vind het allemaal interessante ideeën. Want ook het alcoholslot is maar de vraag hoe lang kunnen we dat gebruiken. Want als je straks bijvoorbeeld met car sharing, dat je niet iedereen meer zijn eigen auto heeft, dan wordt dat sowieso anders. Er zijn ook mogelijkheden van enkelbandjes die meten wat er via de huid, wat er in je bloed zit. Nou, dat zijn allemaal mogelijkheden. Dat vind ik allemaal prima. Waar het CDA om gaat, is dat de chronische drinker niet achter het stuur zit. En op dit moment is het alcoholslot het enige ding wat echt bewezen is, wat het ook doet. Want je zag op het moment dat Nederland begon met het alcoholslot, daalde in de grafiek de lijn van misdrijven met alcohol. Ja. En we zijn nu gestopt een maand en je ziet het alweer langzaam stijgen. Ja. Dus dat middel werkt wel. Nou, dan moeten we niet kijken naar alle beren op de weg. Die moeten we wel benoemen en vervolgens afschieten om die weg richting geen drinkers achter het stuur, om die weg wel te kunnen doorrijden. Ja, want heel kort nog even over dit onderwerp. Wat zou dit plan dan tot een succes maken, denkt u? Nou, dat het werkt. Dus dat, want elk ander middel, dan denkt de drinker, oh, ik kan blijven drinken en rijden. Alleen bij het alcoholslot start die auto gewoon niet als je te veel gedronken hebt. Je blaast en als je dan te veel promillage in je bloed hebt, dan start die gewoon niet. Ja. En dan zou je ook nog kunnen kijken, want Nederland is dan ook best wel ruimhartig. 1,3 promil is echt heel veel. Nou, je zou ook kunnen, bijvoorbeeld in Zweden is 0,2 promil, 0,2 is een ASP. Een ASP is het afkorting voor alcoholslotprogramma. Ja. Dus je zou ook nog kunnen kijken of je dat eerder oplegt. En je zou ook kunnen zeggen, want nu leggen ze het op vanaf 1,3 promil tot 1,8 promil. Je zou kunnen zeggen, rek het naar boven op. Dat je boven die 1,8 promil ook een alcoholslot op kunt leggen. Dus er zijn nog mogelijkheden genoeg. Helder. De Plastic Heroes campagne, waarbij plastic huishoudelijk afval wordt ingezameld, levert te weinig op volgens het recyclingnetwerk. Bent u het daarmee eens? Ja, ik ben afhankelijk van cijfers die ik krijg. Ik merk dat het discussie is. Ik vind dat wel heel jammer als dat zo is. Wij hebben als CDA gevraagd, zoek wel nog even goed uit of het zo is. Want ik snap dat mensen zeggen van het gebeurt niet. Andere mensen zeggen, jawel, het gaat hartstikke goed. We moeten het nog beter doen. Er zijn wat dingen die te verbeteren zijn. We zien dat we Nederland in die zin best goed opgevoed hebben, dat ze al heel veel plastic scheiden. Kan natuurlijk altijd nog beter, maar het gaat eigenlijk best wel heel erg goed. En het is natuurlijk verschrikkelijk jammer als dan vervolgens er niks meer gebeurt. Het is niet de bedoeling dat die plastic zakken vervolgens toch nog de verbrandingsoven ingaan. Nee. Als dat zo is, moeten we dat absoluut veranderen. Om dan gelijk te zeggen, we kieperen dat hele systeem overboord. Ja, dat zeggen we even van, zoek nou eerst uit of het echt niet werkt. Want daar is nog discussie over. Dat het slechts 20% is, terwijl er in 2009 gezegd werd dat er veel plastic gerecycled zou worden. Ja. Dan is 20% niet zoveel. Nee. Hoe kan dat? Dat is maar 1 op de 5 flesjes eigenlijk. Nee, dat is eigenlijk veel te weinig. Nou, dat wil dus zeggen dat een aantal mensen toch nog niet de behoefte hebben om dat te doen. Per gemeente is de aanpak ook anders. Ik weet dat in de gemeente waar ik voorheen woonde, hadden we eerst ook dat je afval, wat je in de gewone restafvalbak deed, per kilo betaalde. Mm-hmm. Nou, dus daar werden mensen ook wel gestimuleerd, ondanks dat plastic niet zwaar is, om dat toch te scheiden. Naar de hand werd dat die kiloprijs weer weggehaald voor een standaardprijs, ongeacht hoeveel kilo je deed, waardoor mensen zeiden van ja, dan ga ik dat plastic ook niet meer scheiden. Dus er zijn een aantal dingen waar je in kunt sturen als landelijke overheid, maar ook als lokale overheden van hoe doe je dat. En het bedrijfsleven heeft vaak vele betere ideeën dan de overheid daarin. En ik hoor van heel veel bedrijven die zeggen van nou, ik heb nog dit idee om eens te proberen. Dus ik stel voor dat we wel kijken van eerst kijk, klopt het nou echt? Gaat het echt zo slecht? Nou, als dat zo is, moeten we echt absoluut verbeteringen aanbrengen. Maar laten we het wel eerst onderzoeken, want we hebben echt ons best gedaan met heel veel mensen in Nederland en heel veel bedrijven en gemeenten om dat zo te doen. Je ziet dat met veel mensen het goed doen. Nou, moeten we of dit verbeteren? En als dat echt niet kan, dan moet je kijken naar alternatieven. Ja, want dinsdag is natuurlijk het Parijse klimaatakkoord ook aangenomen. Ja. Is dit een manier om dat regeerakkoord te halen, denkt u? Ja, want er zijn pittige afspraken gemaakt. Het is ook goed dat daar mooie afspraken zijn gemaakt. Dus dat de lat ligt hoog. Ja. Nou, en daar hoort het inzamelen van plastic zeker bij. Ik moet zelf zeggen, waar ik wel heel, ja, vind ik haast trots een beetje op ben, is dat zo'n Nederlandse student, Boyan Slat, die heeft zo'n heel mooi systeem bedacht om in de oceanen het plastic wel al uit de oceaan te halen. Dan denk ik, dat komt er wel vanuit de TU Delft, vanuit Nederland, een Nederlandse student. Prachtig initiatief, dus ik zou er zeker eens op googlen als dat lukt thuis. Dat is een fantastisch initiatief. En dat komt gewoon uit Nederland. Ja, precies. Ja, want ze zeggen ook, het statiegeld op kleine flesjes, heel erg kort nog. Ja. Denkt u dat dat zou kunnen werken? Ja, kijk,
Dat wellicht werkt dat. Ja. Maar we moeten het ook weer niet bureaucratischer maken dan nodig. Want ja, we kunnen wel overal statiegeld opheffen. Dat je, uiteindelijk gaat het erom dat we plastic hergebruiken. Ja, dat we ons daar bewust van zijn. Of dat statiegeld is of ophalen of op een andere manier. Nou, onderzoek dat nou goed. Het CDA is ervoor dat we het plastic zoveel mogelijk kunnen gebruiken. En laat de mensen die er veel verstand van hebben onderzoeken op welke manier dat is. Helder. Dank voor uw toelichting, meneer Van Helvert. U bedankt voor het kijken. Maandag zijn we er weer met een aflevering van Uitgelicht. Tot dan.